zijn overduidelijk niet blij met het kabinet van Rutte. Nee. Waarom wil je dan toch met hem in gesprek? Omdat wij in ieder geval onze zorgen en onze diepe verontwaardiging willen overbrengen. En we willen hem aan zijn erewoord houden. En dat is? Dat betekent dat hij heeft gezegd dat de koopkracht voor de middengroepen vooruit gaat. En dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dus daar willen wij hem aan houden. Ja. De armoede, de zeggenschap die we verliezen, de mensenrechten die we steeds meer verliezen. En wat bedoel je daar allemaal mee? Dat we steeds meer door hoepels moeten springen om onze zorg of om recht te halen. Dus het wordt allemaal steeds moeilijker. We komen steeds meer in de verdrukking. En wat merk je daar zelf van? Ja. Ik merk dat zelf. Ik ben 51. Probeer al jaren aan het werk te komen. Ik ben ook klokkenluider, dus ik haal dingen naar boven. Daardoor krijg je eigenlijk geen werk. Want je wordt altijd als iemand gezien die gevaar vormt voor de gevestigde orde. Ja, ja. Maar jij bestempelt als echt gele hesjes aanvoerder en krijg je daardoor geen werk? Nee, niet als gele hesjes, maar ik ben al langer bezig. Oké. Okay. Dus ik ben nu vooruitgeschoven om dan dit gesprek te doen. Maar het wil niet, wij hebben geen leiders en zo. Dus het wil niet zeggen dat ik het de volgende keer weer doe. Dat bespreken we altijd. Ja. Er is zelfs een poll gehouden en zo. Dus we gaan er heel democratisch mee om en geven ook iedereen een kans. En dat zou de regering ook doen. Je hebt ook een gedicht en dat ga je ook voordragen aan Rutte. Onder andere. Wij. De gele hesjes lopen fier en stoer, als trotse vaandels in de wind. Dagelijkse zorgen even vergeten, eensgezind. Door straten en over pleinen, een hele toer. Wij bestrijden de elites die ons, de Nederlander, hebben verlaten, door in eenzaamheid hun onbezonnen wegen te gaan. De afgedwaalden hebben het ons over ons alsof we dom zijn, maar wij voelen ons gelaten. Laat ze maar vluchten naar de Mars of naar Mars of de Maan. Wij willen vrij en betrokken zijn, gezamenlijk beslissen, kunnen rondkomen, voor elkaar zorgen. Het lijkt vechten tegen windmolens, het doet de elite echter nu al pijn. Wij creëren, als het moet, zonder hen wel een nieuwe morgen.